De NDP-fractie in de Nationale Assemblée is vandaag versterkt met de toelating van Danielle Sumter. Ze neemt de plaats in van André Misikaba, die ruim een maand terug zijn functie als parlementariër neerlegde en de uitdaging als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting aanging. Nadat zij tot het hoogste college van staat is toegelaten, vertelt Sumter dat ze zich vooral zal inzetten voor de economische vooruitgang van Suriname. Hiervoor zal ze zich laten leiden door de principes van JCI. Ik ben ervan overtuigd dat ik vanwege deze uitdaging die ik heb aangenomen, op een andere manier en op een ander niveau een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van ons geliefd land. Natuurlijk met de ondersteuning van collega's hier binnen het parlement. Ik ben bevoorrecht geweest om als openbaar bestuurskundige ook bekend te raken met algemene economische aspecten, waarbij ik met de opgedane kennis op het ministerie mij heb kunnen specialiseren. Mijn voornemens is de economische ontwikkeling van Suriname te ondersteunen door het opzetten en implementeren van een stabiele basis die de effectiviteit en de efficiëntie van ons handelsbeleid zal bewerkstelligen. Het hedendaags handelsgebeuren en de potentie die Suriname te bieden heeft als jonge democratie, evenals de ontwikkelingen op het gebied van industrie en toerisme, als ook het diversifieren van de Surinaamse economie, zijn zaken waarvoor ik mij extra wil inzetten. Zowel de leden van de oppositie als die van de coalitie hebben het nieuw lid verwelkomd en gefeliciteerd. Vicepresident Ashwin Adin feliciteerde Sumter namens de regering. Ook de regering feliciteert het lid, jong, dynamisch, ook ervaren. En we zien de vruchtbare en constructieve interactie met enthousiasme tegemoet. Ook felicitaties aan de NDP. De partij, uw fractie, omdat u getoond heeft uw hele lijst van Paramaribo ingezet te hebben. En felicitaties aan het parlement. U bent aangesterkt en we denken dat in mevrouw Sumter u een heel sterk lid heeft mogen bijdragen aan het politiek debat in uw Kamer. Dank u wel. Aldus vicepresident Ashwin Adin vandaag in het parlement. Namens de regering feliciteerde hij Danielle Sumter, die vandaag als nieuwste DNA-lid is toegelaten tot het parlement.